Wie had dat ooit verwacht? Wie had dat ooit verwacht, man? Terug op de Noordzee. Het is morgen kerst. Eerste kerstdag de 24e. Ik heb zo het vermoeden dat ik hier de kerstdagen dus lig. Mooi stil. Tijd om te schrijven. Och ja, ik had liever verderop gezeten. Want de reis gaat door. En die reis gaat door. Tot ik weer thuis ben. En daar kom ik nu vooruit. Ik ben dus onderweg naar het Panamakanaal en ik ben dus onderweg naar Nederland. Het is nu een dag na de kerst. Ik heb hier met de kerst gelegen. Soms is het ook heel stil in mij. Moet ik toegeven. Ja, ja. Ja, ja. Allemaal brandhout. Voor de kachel. Nou, dit is dus de haven van Port Hardy. Dat is de noordkant van Vancouver Island. Ik ben behoorlijk een stukje opgeschoten. Ik moet nog wel even de motor nalaten kijken. Op de motor, de verbinding van de motor naar de schroefas nalaten kijken. Door een monteur. Verder alles goed. Ja, ik lig in Near Bay, bij de Maka-Indianen. Ja, ik lig hier wat langer dan gepland. Toen ik aankwam, wist ik dat het niet goed ging met mijn moeder. En ik dacht, het weekend erop vlieg ik naar Nederland om haar nog een keer te zien. Een dag later belde ik naar mijn zus en mijn moeder was overleden. Dat heeft heel veel met mij gedaan, daar ga ik hier nu niet op in. Je hebt maar één moeder. Ik heb ook maar één vader. Toen mijn vader overleed, heeft dat veel met mij gedaan. En nou, weer. En misschien nog wel meer. Want nu zijn ze beide weg. En ook al ben je 62 jaar, je bent gewoon Henk en het is je mama. Nou goed. Ik moet het toch even zo kwijt. Nu is het langs de kust naar het zuiden richting San Francisco. Als het even kan in één keer, dus 650 mijl. Een beetje verder in zee blijven. In 4 dagen moet ik daar kunnen zijn. Maar ja, niks is zeker. En nooit te ver vooruit plannen. Dat leer ik elke dag, elke dag, elke dag. Ja, dat zijn dus beelden van San Francisco met de Golden Gate. En van San Diego aan de zuidkust van Californië dus. En hier vandaan wil ik rechtstreeks 2800 mijl naar Panama. Ik kan niets zeggen over het weer. Niets, verwacht een hoop. Heel rustig weer. We zullen wel zien. Dat zijn de Coronado-eilanden. Ik ben dus een paar uur geleden vertrokken uit San Diego. En deze eilanden horen dus bij Mexico. Ik ben onderweg naar Panama.
Kijk, en ik zit in de scheepvaartroute, want ik kom toch regelmatig. Kom ik een of ander groot containerschip tegen. Het is weer mooi weer, maar wat je daar ziet, dat soort cumulonimbuswolken, moet je voor oppassen. Zo, wat denken jullie? Weinig wind, dus maar even meeliften. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij zal mij geleiden langs grazige weiden. En voert mij al zachtskens naar wateren der rust. Ja, dat lijkt raar, hè, dat groene water. Nou, dit is dus het ondiepe water over de banken van de Bahama's. 4,5 meter diepgang. Ik lig hier op de Bahama's. Nassau. Bahama's. Nog hier is weer naar huis. Ik ben blij dat hij er is geweest. Hij heeft me geholpen het rotstuk over te steken van Panama. Dwars over die Caribische Zee naar het noorden. En dat hebben we gehaald. Tegenwind. Dwarse stroom. Het is altijd een rotstuk. Ik voel me goed. Want er ligt nog maar één oceaan tussen mij en thuis. Het is hurricane tijd. Hurricane Brad is voor ons langs gegaan. Dat is de tweede. Er zullen er nog een stuk of 4, 5 komen. En niet alleen over de Caribische Zee heen, ook over dat stuk Atlantik wat ik ga doen. Ik moet daar op letten. Dus ik kies een koers naar het noorden. En dan met de Golfstroom en de grootcirkelzone Europa. Ik ben er nog niet, maar ik ben onderweg. Ik ben onderweg. Ja, nog een paar dagen tropisch zeilen en dan komen we op hogere breedtes.
Going north. Hier lig ik aan de boei in Nantucket. Eerdaags vertrek ik voor de oversteek over de Atlantische Oceaan. Een krijger onderweg naar huis. En zo voel ik me. En ik heb er zin in. Dit zijn de randen van de warme golfstroom. De eddies. Stromingen in het water. Terwijl het heel rustig weer is, kun je dat toch goed zien. Plaatselijk. Heel erg plaatselijk. Dit is de 9e dag van de Atlantische oversteek. Ik heb nu 1000 mijl afgelegd. Dat is weinig. Veel dagen met oostenwind of geen wind. Maar ik ben nu de Grand Banks voorbij. En er is een heerlijke zuidwestelijke wind. Scheep hier op 8-9 knoopjes. Onderweg naar de overkant. Spaghetti met ballen. Hartballen. Het is nu nog 700 mijl naar het Engels Kanaal. Ik ben terug op de Noordzee, op de grijze Noordzee, door het nauw van Calais. Wie had dat ooit verwacht? Wie had dat ooit verwacht, man? Terug op de Noordzee. Spijt, geen tranen, geen verlangen, zoals rook van appelbloesemsteer. Door het goud van het verval omvangen, gaat alles voorbij en keert niet weer. Grote God, laat ze alsjeblieft niet aan borgen. Nooit meer zul je zoals vroeger strijden. Mijn hart, dat door de kou is aangedaan. Het land der berken zal me niet verleiden,
ooit nog blootsvoets er doorheen te gaan. Ik ben God dankbaar dat ik hier mag lopen. Zelden zet jij als in vroeger dagen zwerversgeest, mijn lippen nog in gloed. Dat gaat nu allemaal vervagen, vurig oog en zinderend gemoed. Ik wil een handvol vrienden heb gemaakt, niet meer een handvol. Ik verlang nu minder dan tevoren. Leven, ben je soms een droom van mij? Het is als reed ik bij het lentegloren, 's morgens op een roze paard voorbij. Elk van ons moet van dit leven scheiden, het koperen lover van de esdoorn kwijnt. Wees gezegend tot het eind der tijden, al wat bloeit en daarna weer verdwijnt. Supermachine noemen ze het, supermachine. En dat vertel ik onder de tentoer, want hij is 28 jaar oud. Ja, ja, maar dan is het een supermachine. Thank you.